Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Maxim en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe video. Het eerste deel van de Formule 1 2020 kalender is bekendgemaakt. We gaan weer racen jongens, het is officieel, het is confirmed en ik heb heel veel zin in de races. De eerste paar weken gaan we genieten van de volgende races. Eerst races op Oostenrijk tussen 3 en 5 juli. Dan weer Oostenrijk op 10 en 12 juli. Dan ronde 3 naar Hongarije tussen 17 en 19 juli. Op naar Engeland voor de volgende ronde. En dat is tussen 31 juli en 2 augustus. Dus dat is een druk maandje. Dan hebben we nog een keertje Engeland tussen 7 en 9 augustus. We gaan door naar Spanje tussen 14 en 16 augustus. België, Spa, fantastisch. Tussen 28 en 30 augustus. En dan sluiten we de eerste ronde, het Europese deel, waarschijnlijk af in Italië tussen 4 en 6 september. Hier zit inderdaad geen Nederland bij. Nederland wil geen race zonder publiek. Is ook wel te begrijpen. Is ook wel een beetje jammer. Maar gelukkig hebben wij gewoon de Dutch GP op de Formule 1 game. Dus kunnen we alsnog een beetje ervan genieten. En voordat dit gaat beginnen wil ik een soort nieuw Grand Prix toernooi formaatje opstellen op mijn kanaal. Dus ik ga hier een schemaatje van maken. En dan ga ik in ieder geval met de Red Bull van Max Verstappen deze races doen. Wil je dat nog niet missen? Abonneer eventjes en laat zeker een blauw duimpje omhoog achter. Laat vooral achter in de reacties welke race jij het liefste natuurlijk wil zien. En ze hebben ook iets met reverse grids. Ik weet niet of het 100% doorgaat, maar dit is natuurlijk wel de tijd om het te testen. Dus misschien dat we in Oostenrijk of in Engeland een reverse grid gaan zien. Dus degene die dan als eerste kwalificeert, die gaat als laatste starten. En dat wordt natuurlijk gewoon één grote chaos. Maar het seizoen kan nu beginnen, maar er hangen wel wat regeltjes aan vast. Zo blijven ze testen. Dus ze blijven constant het personeel testen, de partners en iedereen die er aanwezig is. Maar stel dat er iemand positief getest wordt, dan gaat het wel gewoon door. Dus dat is wel heftig, maar ja, ze moeten ergens een lijn trekken. Het zullen closed events zijn. Er zal dus geen publiek aanwezig zijn. Geen gasten, geen partners en alleen het essentiële personeel. Dus ook nummertje 3, het minimaal aantal personeel. Dus het is echt niet nodig om weer weet ik veel wie allemaal mee te nemen. Het is al echt alleen het belangrijke groepje zal hier zijn. En die zullen we hier alleen aanwezig zijn. En wij kunnen natuurlijk online meegenieten. Isolated travel is nummer 4. Personeel wil travel in een isolated manner. Dus dat is wel echt ook ziek. Weet je, dat, ja, dat kun je niet zomaar regelen, maar hey, dat doen ze gewoon even wel. En nummer 5, social distancing. Dus er moet gewoon afstand gehouden worden. Ik weet niet of we driver interviews gaan zien. Dus het wordt anders dan we gewend zijn, maar we kunnen in ieder geval gaan racen. En dat is het belangrijkste. En terwijl ik deze video opneem, valt mijn internet weer uit. Gelukkig komt er binnenkort een monteur, maar het valt nu al 8 dagen uit, waardoor ik ook uploads heb gemist. En niet echt meer heel relaxed kan streamen. Maar hopelijk is dat gefixt binnenkort, dus sorry. Ik heb ook wat toffe dingen op Reddit gevonden, dus laten we daar even naar kijken. En de eerste 3 races van 2020 zijn het beste voor Red Bull. Me the moment I turn off ABS in F1 2019. Oh my god, die eend. Charles Leclerc, zijn banden 2 minuten na free practice. De Spaanse Grand Prix. Ja, Spanje, dat wordt een hele hete race. Lewis Hamilton, die zegt, dear God, please let there be no reverse grid qualifying. Ja, want dan gaan ze natuurlijk achteraan moeten starten. Ik ben benieuwd of mensen dan misbruik gaan maken van die reverse grid. Dat je gewoon slecht gaat kwalificeren, zodat je uiteindelijk toch vooraan start. Maar ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is. Can he win twice though? Lewis once. We have the best fa... Lewis twice. We have the best fan in Engeland. Ja, nu zijn er niet eens meer fans. Ik ben benieuwd wat hij dan na de race gaat zeggen. Sebastian Vettel. Ja, dit, ik weet niet. Ik zou meer van dit soort foto's voorbij komen. En ik dacht van, wat de hel is dit? Toto, driver mistake. Slamming on the table. En we hebben ook de nieuwe Ferrari driver Charlotte Leclerc. Ja, ja, heel legit, of course. En niet te vergeten, we hebben ook Lando Norris als... Lando Norino.
Of hoe willen we haar noemen? Ja, I don't know, man. Maar jongens, dit was de video voor vandaag. We gaan dus een beetje het pre-seasontje namaken van Formule 1 2020, het seizoen. En Career Mode blijft gewoon komen en normale racevideo's blijven weer komen. Dus heb je daar nou zin in, smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer voor meer en zet het belletje aan natuurlijk aan, zodat je geen video mist. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later!